De Duitse herder is door de dierenambulance naar een dierenarts in Oosterbeek gebracht. Naar omstandigheden maakt de hond het inmiddels weer goed. Wel is hij natuurlijk wat mager en zijn er ernstige ontstekingen van de huid. Maar het is al veel beter dan gisteren eigenlijk. Want toen was de viervoeter er minder goed aan toe. Hier langs de provinciale weg zat hij vastgebonden aan het prikkeldraad. Het was echt heel zielig, heel zielig. Mijn collega die werd helemaal emotioneel, maar ik word dan boos. Dan zou ik die man niet tegen moeten komen, bij wijze van spreken. Of die vrouw die dat doet. Ongelooflijk. Ook de dierenpolitie is ingeschakeld. Zij hopen de dader op te sporen en zijn op zoek naar getuigen. Omdat het dier niet is gechipt, is onduidelijk wie de eigenaar is. Het plan is om het chippen vanaf 2013 verplicht te maken. Zodat wij altijd kunnen zien wie de eigenaar is. En ook in geval van vermissing, aanrijding, dat we dan een eigenaar snel kunnen opsporen. De komende weken wordt de hond goed in de gaten gehouden. De verwachting is dat het dier er weer helemaal bovenop gaat komen.